Dit is gewoon de beste Porsche kleur ooit. Fight me for it. Jullie kennen het allemaal, hè? De 2-year itch, of de 1-year itch, of de 4 maanden, of een half jaar. Nou ja, het is een beetje vanaf hoe leuk je auto is, hoe langer het duurt voordat je denkt, ja man, ik wilde altijd ook nog een keer. Nou, en vul dan je favoriete model in. Had ik natuurlijk ook last van. Heb ik nog steeds last van, hoor. Daar gaat het niet om. 3 jaar geleden, ja, het is 3 jaar geleden inmiddels, heb ik mijn 911 gekocht. Dus het is eigenlijk belachelijk lang dat ik met een auto rij. Maar het is nog steeds leuk. Ik heb ook andere bestemmingen voor mijn geld op dit moment. Dus ja, weet je, dan... Ik wil wel een keer upgraden. Gaat er vast wel een keer een andere auto komen. Alhoewel, deze natuurlijk, het is mijn eerste Porsche. Die moet je voor altijd bewaren. Maar ja... Ging ik ook kijken naar wat kost het dan, een paint to sample, GT3 RS configureren of GT3 Touring of GTS. Nou ja, duur. F-ing duur. Kost hoop geld. Is duur. Dus ja, what's the next best thing? Ander kleurtje erop. Bijna klaar zou ik zeggen, ja, of niet? Ja. Nou, hoe zeg jij dan? Nog wel even wat werk. Nee, het is nog niet bijna klaar. Het lijkt bijna klaar natuurlijk, want je ziet natuurlijk heel veel al gerapt hebben. Op de auto zie je nu dat denk ik alleen de motorkap en de deuren gedaan moet worden. Maar de moeilijke delen die moeten natuurlijk nog rappen. Dus zijn... Ja, je zegt natuurlijk, maar is dat ook moeilijker? Wat is er moeilijk aan rappen? Het moeilijk aan rappen, zeg maar, altijd de kleine dingen, de hoekjes meestal. Zeg maar dingen waar je niet bij komt, bijvoorbeeld de handgrepen, die zijn er nu uit. Ja. Ik ze even pakken. Maar ligt ergens. Liggen, aan de andere kant. En ik kan de deur niet meer open, want de handgrip is eruit. Maar hij wil hem laten zien. Ja, goede voorbereiding. Mijn auto ligt ook vol met allemaal onderdelen, zeg maar. Even laten zien. Dit zijn bijvoorbeeld de handgrepen. Ja. Als je kijkt hoe moeilijk en ingewikkeld het is. Rap kan zeg maar een bepaald aantal spanningen aan. Maar hier moet je en de hoekjes in en overal. Dus dit kan je niet mooi in één deel doen. Nee. Dus moet je gewoon in verschillende delen moet je dat gaan rappen. Om het een beetje mooi te krijgen. Ja. Dus dat zijn hele uitdagende handgrepen dit. Ja. Ja. Hoe erg kan het zijn. Maar is het dan zo dat je sneller de motorkap hebt gedaan? Motor is niet. De motor zit hier niet, hè, mijn 9L. De kofferklep, de voorkofferklep, hebt gedaan dan zo'n handgreep? Is dat in dit geval wel. Ja? Ja, want dit is gewoon wel eventjes wat werk. En de motorkap natuurlijk, dit is dan een vlak deel. Er zijn hele uitdagende motorkappen, maar deze gaat op zich wel makkelijk. Deze valt mee. Ja. Het is een beetje zoals met laminaat leggen. En zeg maar die laatste hoekjes en zo, dat wordt ingewikkeld. Precies, ja. Dat wordt ingewikkeld. Maar aan dat soort delen kan je dan ook zien, misschien of die goed is gerapt. Ja, zeker. Want daar gaat het om het vakmanschap. Ja, dat is ook een beetje je ervaring en je kennis van de folie ook. Ja. Want als mensen dit proberen in één deel te doen... En dan willen ze het inrekken, dan gaat het op een gegeven moment terugtrekken, die mooi worden, krijg je kleurverschil bijvoorbeeld, vooral met die nose stack. Dat is hele glansfolie, maar als je veel aan gaat trekken en veel gaat feunen, dan wordt het zeg maar mat, dan verliest het de glans. Yeah. Dus dat kan je ook een beetje onderscheiden van de kwaliteit van de aanpassing van de wrap, het erop zetten van de wrap. Yeah. Waar kan ik nog meer aan zien? Of een auto een beetje goed is gewrapt? Waar moet je dan op letten? We hebben natuurlijk wel eens dat je bij een gewrapte auto staat. Of je wil er een kopen en zo. Een wrap op. Ja, waar zou jij dan op letten? Heel vaak zou ik denken, let op de hoeken. Hoe de hoeken zijn gemaakt. Kijk, wij halen eigenlijk bijna alles eraf, zoals je ziet. Ja. Ik heb dus geen schade gereden. Hè. Sommige mensen dachten dat. Wat is gebeurd? Ik stuurde 1 fotootje op Instagram. Wat is gebeurd? Ja. Nee, niks. Dat doen we omdat we dan eigenlijk overal goed bij kunnen. Ja. Dus de hoeken kunnen we mooier maken. We kunnen alles goed om de randen werken. Ja. En dat komt ook omdat het ook geen zwarte auto is. Het is een zilveren auto. Weet je, een zwarte auto, als je ergens net niet diep genoeg rapt, dan lijkt het op schaduw. Maar met de zilveren auto, als er een randje niet goed is gedaan... Dan zie je overal zilveren lijnen. Ik kan een zwarte auto moeten kopen. Dus. Ja. Dus eigenlijk... Met een donkere kleur over een deur. Een donkere kleur wrap is dus makkelijker. Is het makkelijker, ja. Ja. Jee, ik leer allemaal dingen hier.
In Nozetech, je zei het al even kort, is net weer anders. Hè, dan ja, het is andere folie. Het is wat dikker dan normale folie. Het is ook moeilijker, het rekt niet zoveel. Het is echt een super gloss series. Ja. Dus het is heel erg glans. Het lijkt heel erg op originele lak. Heel veel mensen die zeg maar binnenkomen bij ons en die zien een auto staan die in die Nozetech gewrapt is. Die denken, oh, is die auto gespoten of wat ga je met deze auto doen? Zeg van, ja, hij is al gewrapt, want kijk, dat zie je hier en hier aan. Ja. Dan denken ze, oh, dat ziet er echt mooi uit. Het is echt gewoon de super glans en zo. Ja. Dat echt heel dat is wel gewoon, sommige punten kijk ik denk, ja, het is inderdaad alsof het gespoten is. Terwijl je heel vaak met een wrap, is ook het soort kleur en als het mat is precies. En zo, dan zie je het ook meer. Maar nee, dit is wel gaar. Ja, dat vind ik ook gewoon heel leuk in de Nozetech. Maar ze gebruiken ook heel vaak originele kleuren. Ja. Bijvoorbeeld deze auto is ook vroeger in deze kleur geleverd. Ja. Dus als je dan deze kleur wrapt, dan denken mensen die, als je hem ziet langs, denken van, oh, hij is... Collector's item, jongen. Volledig origineel op nou, de wrap na, de velgen, onderstel, koppeling, vliegwiel, luchtfilter, Navi. Ja, dat is wel. Die is nog Porsche. Dus nee, verder... Bijna origineel. Bijna origineel. Op smaak gebracht voor mijzelf. Jeetje, maar ik echt... wat een kleur, joh. Ik kwam hier natuurlijk binnen en dacht, wow. En hij is hier nog niet af, dus maar... en hij staat... Dit is gemeen licht, hè, om een auto op te bekijken. Ja. Eigenlijk buiten het daglicht is het echt het perfecte natuurlijk. Ja. Want dit is allemaal LED. Je ziet ook heel veel, alles hier gewoon natuurlijk. En voor ons is het natuurlijk het beste. Ja, dat is jullie werklicht. Ja, jij moet gewoon zien. Oh. Ja, alle kleine imperfecties kunnen we zien met ons licht. Maar zoals in het daglicht, dan zie je pas echt een mooie kleur ervan. Ja. Doen jullie altijd met z'n tweeën rappen? Altijd met z'n tweeën. Is dat handiger ook met z'n tweeën? Met die Nozetech zeker. Ik raad het af om het in je eentje te doen. Ja? Ja, wat wij zeg maar altijd doen, we zeggen een paneel met z'n tweeën erop. Want met die Nozetech, met normale folie, dan trek je het eromheen. Bijvoorbeeld een motorkap, vier hoeken trek je eraan. En dan is het zeg maar helemaal glad. Dan kan je het aanstrijken. Ja. Maar met die Nozetech moet je echt heel mooi eromheen feunen. Ja. Dus je moet echt eentje moet vasthouden, eentje feunen. En dan houdt degene weer vast om het helemaal mooi met paneel te trekken. Dat je echt een mooi egaal vlak deel hebt. Het is iets bewerkelijker dus in Nozetech. Of is het anders? Het is... Anders. Anders. Ja, het is echt anders, ja. Het is een, ik weet niet precies hoe je dat noemt. Je hebt een kerst- en calendarfolie. En dit is één van de twee. Ik heb daar, op dat gebied heb ik niet zo heel veel kennis van verschillende soorten folies. Maar de eentje rekt heel erg, de andere rekt helemaal niet. En deze rekt dus helemaal niet. Nee. Dus als je een stukje tekort komt, dan kan bij een andere folie... Even zeggen, laatste stukje. Maar dat kan met deze niet, want dan krijg je dus een kleurverschil. Ja. Jee. Maar, ja, ik ging van, joh, hij is bijna klaar. Maar wat zijn nog de lastige punten die je moet doen? De kofferklep en de deur, dat is dus het cookie. Ja, echt een hele lastige half uurtje. Laten we even zien hier. Dat is echt, dit hebben we een hele ochtend een paar uurtjes voor gaan rekenen. Hier moeten we nog doen, is het rooster. Dus je ziet echt allemaal lijnen, diepe lijnen erin. En ja, dat wordt echt een leuk werkje voor ons. Jeetje, ja. En scherp. Ja. Dus dan heb je nog risico dat het scheurt of valt dat wel mee? Ik denk dat het wel mee gaat vallen, maar ja, als eentje gaat scheuren, dan mag het lekker helemaal opnieuw. Helemaal dus je hebt in ieder geval over wrap heb je heel veel geduld nodig voor dit soort onderdelen. Ja, dus je hebt heel veel geduld. Nu wel, ja. Nu dat heb je geleerd. Een beetje aangeleerd. Ik vind wel echt die kleur, echt, we zijn er heel blij mee. En dan is er nu nog helemaal niet, die heupen en zo. Je ziet al redelijk het geheel. Ja. Straks bijvoorbeeld als we de deur hebben gerapt en de motorkap, zie je echt wel wat meer het complete plaatje. Dan zijn alle onderdelen weer op, lampen en zo, weet je. Ja, jee. Ik ben zo benieuwd naar het eindresultaat. Zin in. Die kleur is wel echt heftig. Echt heftig.
Maar ja, dat zien jullie straks wel. Ook voor mij straks in het daglicht en zo. Dan wordt het hem helemaal. Eindresultaat, ja, ik vind het gaaf. En dan, ja, snap je misschien ook wel waarom ik deze kleur heb gekozen, omdat ik het zelf gaaf vind. Wel het belangrijkste in een auto, dat je in ieder geval zelf denkt, ja, ik vind het wel wat. En op een gegeven moment kwam het op het onderwerp rappen. En we hebben natuurlijk wat mensen in ons netwerk die dat ook echt leuk vinden als ik dat met mijn auto zou doen. Dus nou ja, weet je, ja, kan. Ja, en dan, welke kleur? Moderne auto's vind ik dan soms dat je nog mat zwart of zo, dat het best wel een beetje sinister of zo kan overkomen. Wel geinig, niet heel geïnspireerd dat je denkt, oh wat lekker fantasierijk. Maar op een wat oudere auto is het al snel dat je denkt, ja, je wil een moderne laten overkomen, maar dat is natuurlijk geen nieuwe auto. Dus ja, wat moet je dan doen? Dan heb je al die fantasiekleuren, flip-flop dingen en nou ja, moeilijke kleuren. Ja, ook niet helemaal. Dus bedachten wij, het moet een klassieke, historische Porsche 911 kleur zijn. Dacht ik, jaren 70, een beetje van die bruine en groene. Ja, mooi, maar misschien ook weer niet bij deze auto's. Dat was het lastige. En toen bedacht ik, maar ja, wat is de droomauto die ik niet kan betalen? Nou, waar zijn er? Nee, ik heb 100 droomauto's. Maar een 964 RS in Ruby Star, ja, dat is wel een hele gave kleur. Lekker sprekend, lekker opvallend. Een beetje kleur toevoegen aan deze kleurloze persoonlijkheid. Nou, en dat is denk ik wel gelukt. En dit is gewoon de beste Porsche kleur ooit. Fight me for it. Zou ik er bijna achteraan kunnen gooien. Nee, ja, ik ben er heel blij mee. Nu even een beetje een dag met een zonnetje opgezocht. Want het is nogal troosteloos weer de afgelopen dagen. Ja, en dan zie je ook de glans, ook zeg maar met ja, alle hoeken en bumperdingen en roosters en zo. Dat, ja, het knalt er echt wel heel erg uit. Dus, ik ben er heel erg blij mee. Dus bedankt Innozitect, bedankt Zielis Customs. Dat jullie dit hebben mogelijk gemaakt voor mij. Ik ben echt, echt heel blij mee. En het mooie is, ik weet 100% zeker dat ongeveer de helft van de mensen dit echt verschrikkelijk vindt. Het is mij opgevallen dat trouwens zeg maar, de andere helft van de wereld, dus vrouwspersonen, er wat negatiever op reageren dan mannen. Terwijl het best wel een vrouwelijke kleur is. Mijn dochter overigens, hartje Eveline, die vindt het echt fantastisch. Wanneer gaan we met de Porsche naar school? Kan je met de Porsche afzetten? Daar gaan we dan wel met de Porsche. Dat is ongeveer nou, om de twee zinnen komt dat eruit. Dus zij heeft gewoon goede smaak. Dat wist ik al. Maar andere vrouwen soms wat minder positief. Dus ik ben heel benieuwd. Laat weten in de reacties wat je ervan vindt. En tegelijkertijd, het is mijn auto, ik ben er blij mee. Dus ja, als de rest van de wereld het niet zo mooi vindt, dan is dat maar zo. Wat nog wel gaat gebeuren, dit zijn de zomervelgen, zomerbanden. Ik heb wintervelgen, originele 996 velgen van die Turbo Twist. Nooit helemaal fan van geweest. Ik heb andere velgen gekocht. Dus wij kunnen nog een beetje gaan spelen qua combinatie met velgen en zo. Dus dat wordt een van de volgende video's met de 996. Dus blijf vooral kijken, zou ik zeggen. Abonneer je als je dat allemaal leuk vindt. En notificaties aanzetten op YouTube. Nou, je weet het allemaal. En bedankt. En leuk als jullie reageren met wat je er wel of niet van vindt. En een bot doen op deze auto heeft nog geen zin, want ik wil er nog niet vanaf.